Ik speel echt te veel Fortnite, jongens en meisjes. Daarom gaan we in deze video samen met erover hebben hoeveel Fortnite nou ik precies speel. En hoe kan het ook anders? Ik ga dat doen, terwijl ik dus daadwerkelijk ook echt gewoon een potje voor jullie weer ga spelen. Geloof me, jullie gaan echt schrikken over hoeveel uur Fortnite ik gespeeld heb. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen met een potje. Ja, jongens en meisjes, ik speel echt te veel Fortnite. Maar vandaag in deze video gaan we daarom ook gewoon typisch weer lekker een potje Fortnite spelen. Dus als je dit natuurlijk al leuk vindt, laat dan even een like achter op deze video. Zou ik heel erg waarderen. En jongens en meisjes, ben je nou nieuw op mijn kanaal nog niet geabonneerd? Check dan gelijk even of dat abonneerknopje aan hem staan. Want dat zou ik ook gewoon heel erg nice vinden. Want kijk eens aan, we krijgen gelijk ook een blauwe pump. Dus als je even abonneert, krijg je ook gewoon heel veel geluk in jouw volgende Fortnite potje natuurlijk. Maar dames en heren, gebruik er mijn supporter credit code T's ook nog niet. Doe dat ook even als je iets in de items op gaat kopen. Support je mij natuurlijk nog meer. En dan ga ik vandaag gewoon proberen mijn best te doen. Want dan heb ik tot nu toe eigenlijk al gelijk een goede shotgun om mee te beginnen. Dat was echt ideaal. En we gaan dus vandaag praten over hoeveel Fortnite ik speel. Want het is eigenlijk echt bizar veel. Ik heb het ook even opgezocht. En dat ga ik dus in deze video aan jullie vertellen, jongens en meisjes. Kijk daarom deze video weer helemaal af. Maar eerst, ik ben 100-100. Ik heb op zich best goed beginloot. En ik kan hier een katana kopen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik gelijk een sleuteltje kan vinden. Dat zou heel erg mooi zijn. Zoals je kan zien, het is nog niet helemaal geloot hier zo. Dus geef me alsjeblieft gewoon ergens een key. Als ik een key kan krijgen, ben ik echt tevreden. Ik heb een blauwe SMG tot nu toe. Kan hier nog iets uit krijgen? Wat gaan we hier krijgen? Geen key. Oh ja, dan moet ik misschien toch maar paarse katana laten voor wat het is. Ik kan natuurlijk ook nog mijn augment afwachten. Maar om daarna al mijn goud aan te gaan verdoen, vind ik ook een beetje jammer. Dus geef me hier anders gewoon die ODM gear uit. Kijk, en die krijgen we hier uit. Dus die kan ik ook gewoon meenemen nu. Op zich, ik denk dat het ook wel prima is, toch? Dan hoef ik geen paarse katana te kopen op dit moment. Ik denk dat ik hem gewoon zo op dit moment rock. Let's go. Staat hier ook even een lama. Kijk eens aan. Nou, die lama pakken. Kom op. Snel, snel, snel. Bijna kapot. Moet die lama even hebben, jongens. Het is altijd even lekker voor ammo. Ik weet nog niet of ik werd gesnijpt. Ja, ik werd wel gesnijpt. Kijk. Ja, jij schiet mis, bro. Let's go, jongens. Kill nummer 1 is binnen. Let's go. Deze man had gewoon al een gouden sniper. Hoe dan? Ik neem nu al gewoon deze katana mee, want dan heb ik sowieso geen fall damage. Krijg ik Keymaster. Ja, ik ga er niet aan te doen, jongens. Anders ben ik al mijn goud dadelijk kwijt voor Keymaster. Ook nu let ik gewoon een blauwe heb. Doe nog één keer een reroll. Ik kies nu gewoon shotgun recycle. Dat is 10 keer beter. Maar ik zou het in deze video dus gaan hebben over hoeveel Fortnite ik speel. Want de titel en thumbnail van deze video zijn natuurlijk dat ik 24 uur lang Fortnite speel, jongens en meisjes. Maar ik weet niet of jullie het al weten. Ik speel nu ongeveer een jaartje, misschien iets langer dan een jaartje, Fortnite op mijn PC. Ik speel natuurlijk eerst altijd op mijn PlayStation. En ik heb dus de verstandige switch gemaakt naar PC. Omdat je daar eigenlijk veel meer kan aanpassen. Je hebt veel betere FPS dan op de PlayStation. En ik ging dus laatst in de Epic Games Launcher kijken naar hoeveel Fortnite ik speelde en hoe lang ik het al gespeeld heb. En ik ben mij dus echt kapot geschrokken. Want Epic Games houdt dat dus blijkbaar bij op je computer. En je kan het dus daadwerkelijk gewoon zien hoeveel je dus hebt gespeeld. En nou, ik zei het net al, jongens. Ik ben me dus echt oprecht kapot geschrokken hoeveel uur ik al gespeeld heb. Ik ga het zo meteen ook aan jullie laten zien. Dan ben ik ook heel benieuwd hoeveel uur jullie hebben. Dan komt hier even iemand omhoog, dus die pakken we eerst nog even mee. Let's go, kill nummer 2 is binnen. Maar als het goed is, laat ik nu ook een plaatje in beeld zien. Ik heb dus op dit moment meer dan 600 plus uur Fortnite aangehad op mijn PC, jongens. Het is echt bizar veel. Ik ben er oprecht echt gewoon van geschrokken. Alleen, ik weet niet hoeveel jullie dus hebben. Kijk, er zitten hier ook nog even mensen. Let's go, dat was een gratis kill. Er zit daar nog iemand in die tweede dome. Wacht even, die wil ik eigenlijk even killen. Dan weet ik zeker dat ik dadelijk misschien even die mythic pump kan pakken. Maar ik weet niet of die er vandoor is gegaan, die guy. Dus hé, gooi even die katana omhoog. Oh, hij zit daar zo. Ik zag hem, ik zag hem, ik zag hem. Gaat hij mij pushen? Mijn shotgun schoot niet, oh my god. Let's go, jongens. Let's go, let's go, let's go. Gooi die trick flash snel op. Ik kan natuurlijk proberen die boss te killen. Maar ik ben dus benieuwd voor alle PC-spelers. Check even hoeveel uur jij Fortnite gespeeld hebt. Daar ben ik echt benieuwd naar. PlayStation-spelers, ik weet niet of jullie dat ergens kunnen vinden. En Xbox-spelers ook. Maar comment even in de reacties nu als je dit dus ziet. Hoeveel uur jij gespeeld hebt. En daar ben ik dus echt benieuwd naar. Laat het gewoon even weten. Ik zit dus op 600 plus uur. Ja, je hebt de screen zo net in beeld gezien. Maar ik ben dus echt benieuwd wat jullie dus aan aantal uren hebben, zeg maar. Snel die kluis openmaken voor die gouden pump en die slurpjes die ik mee kan nemen. Dat is natuurlijk ideaal. Nou jongens, je kan het zien. Ik heb de slurp, ik heb de pump, ik heb alles wat ik moet hebben. Nu gaan we lekker weg hier. Snel weg. Oh ja, ik kan hier wel in de buurt blijven. Ik zit sowieso veilig, maar ik wil ook even wachten tot loot einde spant. Jullie kennen me ondertussen. Ik moet natuurlijk gewoon die, die overclock pulse rifle hebben. Ik kan hier even mijn perk snel inkallen. Doe mijn light fingers, want ik heb ook mijn SMG'tje mee. Zit hier nog zo'n NPC, ja. Deze dingen zijn zo vervelend, hè, jongens. Als je die bots killt. Wacht even, ik moet deze snel, guys even snel killen. Dat is 1. Er ligt ook een paarse katana die ik even moet hebben. Zo. Let's go, die zijn dood. Oké, drop deze.
Dan nemen we deze mee. Dan heb ik geluk dat ik niet al mijn goud verspild heb om die ene perk te krijgen. Want we hebben nu alsnog dus die paarse katana. Maar ik kan nog even terug de kluis om even wat goud te hakken. Want ik heb 4100. Dus laat ik dat nu eventjes gewoon snel doen. Dus ik kan zien, even toch bijna 300 goud erbij. Dat is lekker ideaal natuurlijk. Maar echt, ik heb het net al gezegd. Ik ben dus oprecht echt benieuwd hoeveel playing time Fortnite jullie ook hebben. Ik denk dat ik niet de enigste kan zijn met zoveel toch, jongens. Laten we eerlijk zijn. Of ik ben echt verslaafd. Je mag het ook achterlaten in de comments. Maar daarom, ik vind het gewoon leuk om aan jullie te vragen en ook van jullie te zien natuurlijk. Iemand hieronder als het goed is of niet? Ja, kijk. Hallo bro. Ja, jij wil dus even die langs patten. Dacht het dus even niet, bro. Dacht het dus even niet. Oké, span. Of loot eind is ook gespand. 300 meter, oké, dat is ideaal. Daar kunnen we gelijk wel naartoe. Zitten mensen bij tankson ook. Ik moet hier in een boom gaan proberen te landen of iets in die richting. Maar loopt op die parkeerplaats. Ik denk dat... Ja, hij heeft mij door. Ai. Jongen, dat moeten we dus even niet doen, hè. We hadden een heavy sniper, dat gaan we dus eventjes niet doen. Het gaat hier sowieso druk worden. Het gaat hier sowieso druk worden. Geef me even een bush. Ik moet gewoon even een bush in. Dat eiland moet ook snel spannen. Kom op, alsjeblieft, span. Snel omhoog. Pak die ziplamp. Oh, daar zit iemand. Let's go. Oh my god, jongens. Wat gebeurt er allemaal? 6 kills in tot nu toe. Snel dat eiland op. Ik wou nog wat vertellen aan jullie, maar... Geef me even 1 seconde. Voor alles reloaden. Zo, dan heb ik ook weer die snelle magazijn erin. Oké, top. Maar wat ik dus nog aan jullie wil zeggen eigenlijk, terwijl ik deze vlag capture, en er komt ook weer iemand om me af. Ik heb natuurlijk ook Fortnite op mijn PlayStation 5 gespeeld. Dus eigenlijk al die uren die je dus net hebt gezien, die kloppen dus nog niet helemaal. Want er moeten dus eigenlijk ook nog uren bij zitten van mijn PlayStation. Het is dus eigenlijk nog meer dan 600 uur die je net al hebt gezien. En er komt iemand omhoog. Are you kidding me, bro? Hij zit hieronder. Ik weet niet of hij weet wat hij aan het doen is, maar... Oh, ik ben hem kwijt. Nee. Waar is bro heen? Er komen nog meer mensen hier omhoog. Ik denk dat het verstandig is als ik gewoon even hier blijf chillen gewoon op dit moment. Hier buiten, of niet? Let's go. Oh, die gaat me nog hit ook, maar dat maakt niet uit. Volgens mij is die Travis Scottkin weggegaan, maar dat weet ik dus niet zeker op dit moment. Er is wel iemand hier nog. Waar loopt hij nu onder? Oh my god, wat is dit druk hier? Hij zit hier onder. Het is geen Travis Scottkin, never mind. Ik dacht dat het een Travis Scott was, maar... Oh my god, het was een flashkin. Dit hebben jullie niet gezien. Oh my lord, geef me snel die slurp. Als hier nu nog iemand zit, jongen, dan word ik helemaal gek. Oké, voor mij zit er niemand meer, toch? 8 kills hebben we in, jongens. Wat gebeurt hier allemaal? Zitten hier sowieso nog mensen close, maar dat maakt niet uit. Pulse Rifle heb ik nu binnen, dus geef die maar aan mij. Let's go, die hebben we. Slurpjes kan ik meenemen. Kijk, top. Daar hebben we er 3 van. Ik had er net 1 in moeten nemen, helaas. Let's go, we hebben de top 10 situatie bereikt, jongens. Ai, let's go. Nu moeten we nog even die W pakken. Ik ben ondertussen alsnog allemaal goud aan het vervesten, want ik krijg gewoon geen goede perk. Bro, geef mij gewoon even een goede perk, alsjeblieft. Ik heb echt helemaal niks gekregen, maar er komt van mij weer iemand hier naartoe, of niet? Gaat hij verder? Nee, die gaat alweer verder, of niet? Nee, hij komt hierheen. Hallo, broski, dankjewel. Kill nummer 9. Hij kwam toch hier naartoe, lekker, man. Ik doe wel more parkour als perk. Oh mijn god, ik heb zoveel goud uitgegeven aan perks rerollen en ik heb er letterlijk eigenlijk niks uitgekregen. En ik moet ook van dit eilandje weg, dus... We kunnen gewoon loezo gaan eigenlijk. Zit hier rechts, jongens. Zitten rechts mensen. Oei. Oké, snel je de high-round pakken. Die guy heeft sowieso zo'n zwaar beet. Maar daar is hij, kijk. Hij is cracked. Let's go, dead. Zit nog iemand bij. Maar we hebben ze allebei Star Wars items. Die dingen kunnen natuurlijk schoten blokken. Waar is bro? Oh, daar is hij. Cracked of niet cracked? Nu is hij wel cracked. Ah, ik kan de helft van die schoten blokken met die freaking lightsaber, bro. Ik wil deze game oprecht nu winnen ook. Dus gaan we er best voor doen, jongens. Gaan we er best van doen. Hij zit daar nog. Ik zag hem loot pakken. Wordt er ook nog gefight? Bro. Oh, ik moet hier weg. Ik moet weg uit Mega. Ja. Ik ga gewoon via deze dingen rotaten. Dat doe ik normaal nooit. Maar nu is het wel eventjes handig. Oh, ik word beschoten. Au. Niet raak schieten. Au. Ja, dit is even mavig, hè. Ik zit hier eigenlijk helemaal niet goed. Ik zit eigenlijk helemaal niet goed hier. Ik pop wel even de slurp. Gaat er weer eentje weg. Maar eigenlijk zit ik hier echt matig. Ik had daar moeten blijven. Ja, ik kan hierop gaan zitten. Ik denk dat dit nog beter is dan wat ik net zat, oprecht. Oh, niet eraf vallen. Dit meen je niet. Oh my god, jongens. Wat ben ik nu bezig. Dit hebben jullie niet gezien, oké? Even kalm blijven, Chess. Even kalm blijven. Ik neem die gewoon nu mee. Dan heb ik en een katana. En die ODM gear. Maar dan komt hier iemand naartoe, volgens mij. Oh my god, wat gaat hier gebeuren? Zit bij die steen. 42 hit. Er komt nog iemand aan hier. Zo, het wordt hier sowieso druk. Zit hier onder.
Let's go, jongens. Oh mijn god, wat was deze lekker. Komt iemand aanglijden? Er zijn nog 4 mensen over. Ik moet hier sowieso ook weg, want dit zit niet meer safe. Maar zit hij daarop? Nee, hè? Hij is naar beneden of zo. Ik weet het niet. Ik ben aan het stressen. Are you kidding me? Zijn daar zo aan het fighten. Oké. Ik moet eigenlijk gewoon loose gaan. Als ik nu daarheen ga, heb ik de high ground. En ze hebben me niet door, dus kom op. Let's go. Oké, top. Dit is top, dit is top. Hier voor me zit er eentje. Oh mijn god, mijn aim. Ik choke mijn aim zo erg, jongens. Kom er niet op. Oh mijn god. Even rustig, Chess. Een NPC hier zo. Die andere boy zit erbij, volgens mij. Ja, daar is hij. Killshoot, maakt niet uit. 1 tegen 1 tegen 1. Waar zijn die laatste boys dan? Ben ik blind of waar zijn ze? Oh, ze zijn aan het fighten. Ik moet eraf. Ik moet erop af. Kijk, ze zijn met het Star Wars ding aan het fighten. Dit zijn die guys van net. Dit is de ene guy van net die ik de hele tijd zag. Wacht. Laten we er snel op afgaan, jongens. Oh mijn god. Ze zijn nog steeds 1 tegen 1. Zit hieronder. Nu is hij dood. 1 tegen 1 nu. Let's go, jongen. Clean weer gepakt. Crown Minister. Hoeveel is de Crown Minister ondertussen al? Is dit 90? Crown Minister nummer 90 is binnen, jongens. Let's go. Oh, wat was dit potje ook weer lekker om te spelen, zeg. Yes!